Abonneer op www.veganlounge.nl. Citroen helpt ons lichaam te beschermen tegen tekorten aan het immuunsysteem omdat het rijk is aan vitamine C. Citroenwater kan in een handomdraai een einde maken aan jouw vermoeidheid terwijl je jouw lichaam pompt met tal van essentiële voedingsstoffen. Als je hebt besloten om een gezonde wending in je leven te nemen, dan is deze gele supervrucht de beste metgezel die je ooit kunt krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is wat citroensap in warm water te persen en al het goede op een lege maag op te nemen. Hier zijn 10 redenen waarom je dagelijks in de ochtend op een lege maag citroen met warm water zou moeten drinken. Reden nummer 1. Citroenen zitten boordevol vitamine C, dat een belangrijke rol speelt bij het versterken van jouw immuunsysteem. Citroenwater kan je lichaam helpen beschermen tegen veel tekortkomingen in het immuunsysteem, zodat je lichaam altijd gezond en fit blijft. Reden nummer 2. Het is noodzakelijk om de pH-waarde van jouw lichaam op peil te houden om ervoor te zorgen dat jouw systeem goed functioneert. Veranderde pH-waarden kunnen jouw spijsvertering verstoren en zelfs jouw bloeddruk in de war brengen. Citroenwater zorgt ervoor dat de pH-waarde van jouw lichaam onder controle blijft, waardoor veel ziekten en gezondheidsproblemen worden voorkomen. Het drinken van citroenwater helpt bij het handhaven van de pH-waarden in het lichaam. Reden nummer 3. Citroen heeft sterke antibacteriële eigenschappen. Door 's ochtends citroenwater te consumeren, blijft je lichaam vrij van infecties. Citroen bevat grote hoeveelheden pectine, die wonderen kunnen doen voor de gezondheid van jouw dikke darm. Conclusie: citroenen werken als een krachtig antibacterieel middel, omdat het pectinevezels bevat die gunstig zijn voor de dikke darm. Reden nummer 4. Citroen is ook een sterk ontgiftingsmiddel. Als je 's ochtends als eerste citroen met water drinkt, worden alle gifstoffen uit je lichaam gespoeld. Van citroen is ook bekend dat het jouw bloed zuivert, waardoor jouw lichaam vrij blijft van veel gezondheidsstoornissen. Conclusie: het drinken van citroenwater in de ochtend op de lege maag helpt bij het wegspoelen van gifstoffen. Reden nummer 5. Door warm citroenwater te drinken, zorg je ervoor dat jouw spijsvertering soepel werkt. Het citroenzuur dat in citroen aanwezig is, houdt spijsverteringsproblemen op afstand. Het zal een wisselwerking hebben met de andere essentiële enzymen in jouw maag en de afscheiding van maagsappen stimuleren. Conclusie: warm water met citroen bevordert de spijsvertering, aangezien citroen citroenzuur bevat. Het werkt samen met andere enzymen en zuren die gemakkelijk de afscheiding van maagsap en de spijsvertering stimuleren. Reden nummer 6. Citroenwater kan ook de gezondheid van jouw lever te goede komen. Studies hebben aangetoond dat de lever meer enzymen produceert in de aanwezigheid van citroen in vergelijking met andere voedingsmiddelen. Enzymen zijn essentieel om verschillende chemische reacties in het menselijk lichaam te stimuleren, te versnellen en te katalyseren. Conclusie: de lever maakt meer enzymen aan uit water met citroen dan uit enig ander voedsel. Reden nummer 7. De kans is groot dat al het voedsel dat je tijdens je leven hebt gegeten, je lever in hoge mate heeft bedwelmd. Citroenwater dat 's ochtends wordt ingenomen, helpt je lever te reinigen. Citroensap stimuleert de lever om al zijn gifstoffen weg te spoelen, waardoor deze weer tot leven komt als nooit tevoren. Conclusie: water met citroen reinigt de lever. Citroensap stimuleert de lever om gifstoffen af te geven. Reden nummer 8. Citroen zit boordevol ontstekingsremmende eigenschappen, die tal van gezondheidsproblemen kunnen genezen. Dagelijks citroenwater drinken zal in grote mate helpen bij het bestrijden van luchtweginfecties. Het kan ook helpen bij het genezen van keelpijn en ontsteking van amandelen. Conclusie: water met citroen helpt bij het bestrijden van infecties van de luchtwegen,
keelpijn en ontsteking van de amandelen. Dit komt door de ontstekingsremmende eigenschappen van citroen. Reden nummer 9. Citroen is een schat aan essentiële vitamines en mineralen waar je lichaam niet zonder kan. Het zit boordevol calcium, magnesium, kalium, citroenzuur, fosfor en nog veel meer voedingsstoffen die nodig zijn om je lichaam te laten tikken. Een glas citroenwater per dag kan de dokter echt weghouden. Conclusie: citroen bevat een geweldige bron van calcium, magnesium, kalium, citroenzuur, fosfor en dergelijke. Reden nummer 10. Citroenwater kan zeer effectief zijn voor diegenen die proberen wat kilo's kwijt te raken. Als je 's ochtends als eerste warm citroenwater drinkt, smelt al je vet als magie weg. Conclusie: water met citroen helpt bij het afvallen. Citroenen bevatten pectinevezels die het verlangen naar honger helpen onderdrukken. Hoe 's ochtends citroen met warm water bereiden? Je hebt nodig 1 citroen, 1 grote mok of hittebestendige beker, warm gefilterd water. Snijd een citroen doormidden en pers het sap van een citroenhelft in de mok of hittebestendige beker. Voeg het warme gefilterde water toe aan het citroensap. Zorg ervoor dat je geen gekookt water toevoegt, aangezien dit enkele van de therapeutische eigenschappen van citroen zou vernietigen. Consumeer op een lege maag. Vind je deze video nuttig en informatief? Geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl. Bedankt voor het kijken. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. En tot de volgende video. Dag! Abonneer op Vegan Lounge.